Jolien de Waard, we zitten hier nu na de finale van de 1500 meter vrouwen. Daar ben je vierde geworden. Wat is je gevoel na afloop hierover? Ja, een beetje gemengd eigenlijk. Aan de ene kant heb ik heel erg het gevoel van, ja, een medaille had er eigenlijk wel in gezeten. Ja, aan de andere kant heb ik het gevoel, ja, vierde is, het is niet slecht. Maar het is misschien een beetje de manier waarop. Want de manier waarop, wat bedoel je daarmee? Ik had gewoon meer aanvallen moeten lopen en dat heb ik niet gedaan. Wat was het plan van tevoren? Het plan was dat ik zou in principe volgen en wanneer ik na één rondje erachter zou komen dat het te langzaam zou gaan, zou ik de kop overnemen en dat het tempo hoog genoeg zou liggen. Nou ja, de eerste twee rondes ongeveer ging het wel oké voor mijn gevoel en daarna is het tempo blijkbaar heel erg ingezakt, maar het was enorm. Ja, we liepen allemaal heel dicht op elkaar en het was een beetje chaotisch en ja, daardoor was ik er gewoon niet echt bij of zo. Dus ja, ik baal een beetje van mezelf dat ik gewoon niet helemaal, ja, ik had gewoon moeten gaan en dat heb ik niet gedaan en daar baal ik gewoon van. Ah, dat is heel zuur. Ja. Maar de voorbereiding op deze wedstrijd, ben je daar tevreden over? Ja, dat wel, want ik wist ook wel echt dat ik, dat ik wel echt stappen heb gemaakt, zeg maar. Ik voelde me wel echt goed en twee weken geleden had ik ook 15 minuten gelopen en dat ging eigenlijk wel goed, dus daar had ik wel echt vertrouwen uit gehaald. Dus daardoor heb ik wel misschien het gevoel dat ik iets meer in had gezeten. Maar ja, dat is misschien altijd achteraf. Op zich moet ik misschien ook wel gewoon tevreden zijn met een vierde plek. Ja, dit was nu jouw NK. Wat ga je hierna doen? Wat ga je hierna doen? Nu gewoon lekker doortrainen en dan richting outdoor eigenlijk. Oké, dankjewel.